Hoewel ik al sinds het jaar 2000 werk als financieel journalist, duurde het tot 2013 voor ik met een voor mij serieus bedrag durfde te beleggen. Dat ik me ooit nog eens met beleggen zou bezighouden en dat ik het zelfs leuk zou vinden, lag totaal niet voor de hand. Op de lagere school was ik geen kei in hoofdrekenen. Sterker nog, ik had een soort rekenhandicap. Uit een test bleek dat ik niet kon automatiseren. Het duurde enorm lang voordat ik ook maar één tafel boven de drie uit mijn hoofd kende. En bij simpele sommen als 8 plus 5 of 27 plus 56 moest ik uren over het antwoord nadenken. Daar heb ik nog steeds trouwens wel een beetje last van. Een som als 8 plus 5 gaat bij mij nog steeds zo. 8 plus 2 is 10 en dan heb ik nog 3 over. Oh ja, 13 dus. Helemaal lastig wordt het als het om 48 plus 75 gaat. Want dan zit je met twee keer zo'n sommetje dat boven de 10 uitkomt. 110 plus 8 plus 2 plus, uh, waar was ik ook alweer? Bovendien vond ik alles wat naar zakelijk en exact riekte doodeng. Op de middelbare school vond ik economie verschrikkelijk en had ik bij wiskunde alleen statistiek wel aardig onder de knie. Op mijn zevende wist ik al dat ik journalist of schrijfster wilde worden maar dat ik zou gaan schrijven over geldzaken was ondenkbaar. Dat ene telefoontje van een docent van de school voor journalistiek, waarin hij me overtuigde te gaan solliciteren op een baan als economieredacteur, veranderde alles. Ik kreeg de baan, hè? Huh? Ging in 2001 met mijn chef mee om te helpen bij het opzetten van financiële nieuwszender RTL Z TV. Ik was toch dagbladjournalist. Presenteerde later dagelijks live beursprogramma's op online tv-kanaal Finance Television. Ik zou er eigenlijk achter de schermen gaan werken en werd vervolgens hoofdredacteur van beleggingssites belegger.nl en beursduivel.be. Wat ik me jaren geleden niet kon voorstellen, gebeurde. Ik bleef financieel journalist en ik ben dagelijks met de beurs bezig, onder andere als beurscommentator en presentatrice bij RTL Z. Ik bleek dat beleggen gewoon. Heel leuk te vinden. Zo leuk dat ik er steeds meer over wilde weten en het uiteindelijk zelf ging doen. Dat begon bij Finance Television. Daar interviewde ik dagelijks beursexperts die hun visie op de markt gaven. Ik kon al mijn vragen aan ze stellen en kreeg zo tijdens het werk een stoomcursus beleggen voor beginners. Omdat ik betere vragen wilde stellen, vragen waar de beleggers die zaten te kijken iets aan hadden, begon ik voorzichtig zelf te beleggen. Nou ja, Serieus beleggen kon je het niet noemen. Ik opende een beleggingsrekening en probeerde zo nu en dan wat. Meestal op korte termijn, meestal niet erg succesvol en met een bedrag van in totaal 300 euro. Meer geld had ik er toen niet voor over en durfde ik ook gewoon niet te beleggen. Ik was bang dat ik alles kwijt zou raken. Bij die eerste stappen op de beurs heb ik vooral geleerd hoe het niet moet, maar ook hoe leuk het kan zijn als je via je eigen geld betrokken bent bij het economische nieuws. In de jaren bij de beleggingssites deed ik dus nog wel eens wat, maar dat deed ik nog altijd zonder echt plan en zonder beleggingsdoel. Dat veranderde toen ik in 2013 besloot om mijn baan op te zeggen en ZZP'er te worden. Uit loondienst gaan en zelfstandig worden, daar hoorde ook het zelf zorgen voor mijn pensioen bij, vond ik. Op mijnpensioenoverzicht.nl zag ik dat ik in alle jaren ervoor maar weinig pensioen had opgebouwd. Inmiddels had ik aardig wat spaargeld bij elkaar verzameld, meer dan nodig was om van te leven op het moment dat ik zonder opdrachten zou komen te zitten. En dat geld wilde ik zelf gaan beleggen voor mijn pensioen. Maar ik had nog een andere reden. Het leek me leuk om na al die jaren van praten en schrijven over de beurs eens te zien of ik verstandig zou kunnen beleggen. Tegelijkertijd wilde ik ook aan andere mensen laten zien hoe ik het aanpakte en of ik verlies of juist winst zou maken. Daarom begon ik een blog waarop ik precies ging vastleggen wat ik deed en wat het resultaat daarvan was. 1.2 Blondjes beleggen beter. Meestal moeten mensen lachen als ze de naam van mijn website horen. Blondjes beleggen beter moet je natuurlijk ook niet te serieus nemen. Het is een knipoog naar het feit dat vrouwen betere beleggers zijn dan mannen. Toen ik met mijn blog begon, had ik geen idee of ik ook zo'n beter beleggende vrouw zou zijn, of dat mijn avontuur één grote beursblunder zou worden. In mijn werk was en ben ik vaak de enige vrouw tussen de mannen, en ik had het idee dat dat af en toe ook tegen me werkte. Mijn haarkleur, blond, deels zelfs van mezelf, zorgde er soms voor dat ik niet serieus werd genomen, hoewel ik tegenwoordig denk dat dat ook aan mijn gebrek aan kennis kan hebben gelegen. Toch was ik al heel wat wetenschappelijk onderzoek tegengekomen dat steeds weer concludeerde dat vrouwen betere beleggers zijn dan mannen. Dat alles bij elkaar maakte dat ik het woord blondje als geuzenaam adopteerde en mijn blog blondjes beleggen beter noemde. Eind 2012 registreerde ik de URL en stortte ik geld op mijn beleggingsrekening. Op 1 januari 2013 startte ik met blond beleggen. In het begin moest ik mezelf echt de virtuele drempel van de beurs oversleuren. Er was zoveel keus, waar moest ik in beleggen? Wat zou ik kopen dat mij uiteindelijk winst zou opleveren? Doordat ik blogposts schreef over wat ik op de beurs deed, moest ik wel in actie komen. Stukje bij beetje kocht ik aandelen die me aanspraken. Na een paar transacties durfde ik meer. Ik maakte nog 15.000 euro extra naar de beleggingsrekening over. En het lukte me om het totaalbedrag van 20.000 euro helemaal op de beurs uit te geven. Tot mijn verbazing pakte mijn beleggingsavontuur heel goed uit. In 2013 behaalde ik een winst van 7% over mijn belegde vermogen. Dat was veel beter dan het rendement op een spaarrekening en veel beter dan ik had durven dromen. In de jaren erna werd het nog veel mooier. In 2014 behaalde ik 24,9% rendement. En 2019 is mijn beste beleggingsjaar ooit. Na zeven jaar beleggen ben ik heel blij met het geld dat ik op de beurs heb verdiend. In 2017 heb ik mijn inleg van 20.000 euro verdubbeld en inmiddels is dat bedrag aangegroeid tot 58.998,52 euro. Stel je voor dat het zo goed blijft gaan, dan kan ik over niet al te lange tijd zeggen dat mijn vermogen is verdrievoudigd. Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad dat ik voor mijn werk jarenlang zoveel beleggingsexperts heb kunnen spreken. Doordat zij bereid waren om mij steeds opnieuw weer uitleg te geven en verder te helpen, groeide mijn kennis van beleggen. Het grappige is dat ik, dankzij alles wat ik heb geleerd, nu zelf ook gezien word als beleggingsexpert. Ik won in 2018 zelfs de Gouden Stier voor Beste Beleggingsexpert. Daar ben ik heel trots op. Toch zie ik mezelf nog niet altijd als expert, maar Vooral als journalist en doe het zelf belegger. Ik blijf iedere dag leren van de experts en van lezers van mijn blog. De manier waarop ik beleg is niet zonder risico. Mijn beleggingen kunnen ook minder waard worden. Daar ben ik me altijd van bewust. Beleggen zonder risico bestaat niet, maar ik zou het risico wel wat kunnen verkleinen. Dat kan bijvoorbeeld door niet alleen aandelen te kopen, maar ook obligaties. Of door mijn portefeuille te beschermen en iets te kopen dat juist meer waard wordt op de momenten dat de aandelenkoersen dalen. Voor het kopen van zoiets betaal je echter ook geld. En van obligaties is de verwachting dat ze minder opleveren dan aandelen. Door het risico van een beleggingsportefeuille te verkleinen, gaat het verwachte rendement dus ook omlaag. Ik realiseer me dat er een periode aan kan komen waarin aandelenkoersen. En vooral de koersen van snelbewegende aandelen die ik heb flink kunnen dalen. In de tweede helft van 2018 raakte ik bijna al het rendement kwijt dat ik in de eerste helft van het jaar had behaald. Van 18% in de plus eindigde ik dat jaar met een mager plusje van 1,69%. Gek genoeg bleef ik ook met dat kleine plusje nog de AX en de spaarremte voor. Als je het gevoel hebt dat je beleggingswinst ieder moment weer kan verdwijnen, kun je de drang krijgen om al je geld op te nemen en te stoppen met beleggen. Maar dat is het gekke. Het geld op mijn beleggingsrekening voelt niet als geld. Misschien komt dat wel omdat ik een vrij duidelijk doel heb voor het beleggingsgeld, mijn pensioen. Pas over een jaar of 24 zal ik een eerste deel nodig hebben om van te leven. Op een dag met verlies stel ik me wel eens voor dat ik in een auto zit, het raampje opendraai en 100 briefjes van 50 euro één voor één het raam uit laat waaien. Dat is wat mij betreft echt een veel pijnlijker beeld dan de rode getallen op mijn beleggingsrekening. Mijn blog helpt ook bij het bedwingen van de verkoopdrang. Zodra ik iets koop of verkoop, moet ik daar ook een stukje over schrijven dat voor andere mensen ook nog te volgen is. Aankomen met een argument als help, ik weet het niet meer, wil ik liever niet. Daardoor maak ik waarschijnlijk meer afgewogen beslissingen. Dit kan trouwens ook een tip voor jou zijn. Houd een beleggingsdagboek bij. Je hoeft niet meteen een blog te starten of je ideeën op social media te delen, maar het opschrijven van je argumenten om te kopen en verkopen helpt bij het vergroten van je beleggerssucces. Verder luisteren? Ga naar storytel.com.